Kees Gohei. Vanaf zijn 10e jaar al aan de drugs en vanaf zijn 16e leeft hij al op straat. Maar dat is allemaal voorbij. Hij slaapt alweer een flink aantal jaren in zijn eigen bedje. En dat is wel eens anders geweest dus. Ik sliep overal. Bij vrienden, bij kennissen of sliep ergens in een portiek. Als ik me slapen kon. En zo ziet de gemeente Arnhem het graag. Daklozen die weer op zichzelf gaan wonen. Het project is opgezet met daklozenopvang. Afspraak is wel dat de daklozen zich aan de regels houden. De ZNN's hebben een heel traject al afgelopen. Die zijn zover dat ze daar kunnen wonen. Ja, en dan gaan er zoals bij ieder, als je nieuwe buren krijgt, ga je er kennis mee maken. Zo van, ik ben Piet. Waarschijnlijk neem je in dit geval nog even de ambulante begeleider mee. Zodat afspraken gemaakt worden. Mocht er toch iets misgaan, moet je mij vooral bellen. En dan gaan we zorgen dat het dan netjes opgelost wordt. En op die manier hopen we dat mensen in de omgeving geen overlast ondervinden. Het principe is als volgt. Een dakloze geeft aan dat hij een woning wil en een woningcoöperatie gaat dan op zoek voor hem. Maar zo'n dakloze moet dan wel een baantje of een uitkering hebben. Wij vinden juist mensen die het moeilijk vinden om zelfstandig te wonen, rekenen wij tot onze doelgroep en die willen wij heel graag huisvesten. Maar kost dat u geld? In principe niet, ze betalen huur. De dakloze kon dus in een gespreid bedje. Maar volgens Kees kun je niet elke dakloze zomaar in een huis stoppen. Als je met mensen aan de slag gaat, ze moeten dan ook zelf wel erachter staan. Dat is mijn eigen ervaring. Als je ergens niet achter staat, lukt het toch niet. Kees is al bijna 10 jaar clean, heeft geen schulden meer en heeft zijn leven weer aardig op de rails.